eigenlijk een beetje heb gedaan nu net. Ik heb even gewoon via Google Maps gekeken. Je rug gaat kapot, hè? Ja. Wat is dit? Dit is van mijn koffer. Potverdorie. Oh. Zit ze terug. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 19 juli 2023. En het is nu 7:50. Ja. Hier in dit envelop zit het een en het ander in. Deze moet ook mee voor hetgeen wat ik vandaag ga doen. Ja, dus ik ben al helemaal wakker, alleen nog niet. In mijn hoofd, zeg maar. Ja, dat zeg ik. Het is 7:50. Ja, als je kan zien. Dus ja, ik sta op het punt om eigenlijk zo de deur uit te gaan. Ik ga nog even naar de wc. En daarna ga ik weg. Dus, en dan zie ik jullie straks wel op locatie waar we zijn. Dus als je het nu al leuk vindt, ik zou zeggen, doe het duimpje alvast omhoog. En abonneer. Ik ben al wel bijna op locatie, maar nog niet helemaal, want ik ben dan anders weer veel te vroeg. Maar ja, ik denk ik ga even kijken. Maar dat de laatste keer dat ik hier was, stond er hier nog het een en het ander. Dat is dus nu ook allemaal weg. En dan zijn ze daar, zie je een kraan. Eens even kijken, daar zie je inderdaad een kraan. Nou, waar die kraan ongeveer bezig is, nou, daar is mijn oma dus geboren. Ja, dat kun je ook wel zien aan dat huis die hier nog staat, zeg maar. Ja, ik denk ik ga even gewoon even kijken hoe het hier erbij staat, maar het is een beetje een armoedig site, moet ik zeggen, Rotterdam. Ja, jullie weten dus waar ik ben, Rotterdam. Ja. Rotje knor. Wat een armoedzaaien zeg hier. Maar god. Kun je nagaan. Als ik gewoon weer uit ga zoomen. Moes kijken. En eigenlijk had ik hier dus niet eens in mogen rijden. Maar ik ben gewoon vanaf de achterkant in. Gewoon achter gereden. Ik denk zoek het uit. Ik ga gewoon even kijken. Maar het is echt. Alle verkeersregels zijn anders. Want dat ik hier toen nog met Rook was, was dat nou met zijn auto? Of ja, dat was met zijn auto. Toen kon je hier dus nog wel erin rijden. Ja, via die kant. Maar dat mag dus ook niet meer vanaf die kant. Want ik kom dus daar vandaan. Nou, daar heb je dus al een bord en dat je er niet in mag. Maar heb ik gewoon even schijt aan. Ja. Dus nou ben ik even hier. Ja, omdat ik het gewoon even leuk vind. Ja. Nee, dat zeg ik. Ik ben veel te vroeg voor mijn afspraak om 9 uur. En mijn afspraak zit hier op. Moi, ging ik liggen. 2 minuten met de auto. Nog niet eens, dus ik vermaak me wel even. Ik stond dus net aan de andere kant in die straat, zeg maar. Aan de andere kant van deze gebouw. Maar eigenlijk sta ik dus nu eigenlijk weer, ja... Ja. Tegenover de Tweebosstraat waar oma heeft gewoond vroeger. Maar het is even gewoon zo confronterend dat er gewoon niks meer staat. Dit is zo raar. Maar ik heb nog gelukkig beelden dat het er nog wel staat. Maar... Ja. En nou is het gewoon niks meer. Het is gewoon niet meer voor te stellen dat hier
oma haar woning heeft gestaan. Even vroeger. Zo raar. En doet het ook wat iets met mij? Ja, zeker. Zeker doet het ook gewoon iets met mij. Weet je? Ik weet gewoon en dat mijn oma hier heeft gewoond. En dat is de moeder en voor mijn moeder. Maar dit is gewoon zo confronterend. Het doet me gewoon serieus pijn. Ik krijg gewoon even steekcels hier even. Ja. Maar ja. Ook dat kan gewoon gebeuren. Dat zeg ik. Ja, en dan heet het, ja. Ik kan er wel lang en breed over gaan praten, maar ik weet gewoon dat oma haar woning hier heeft gestaan. Het is ongeveer vanaf, ja, ik weet het even niet meer helemaal zeker. Moet ik echt even goed terug gaan kijken. Maar het is, ja, ik dacht hier ergens ongeveer tussen hier en daar eigenlijk, zeg maar. Maar het is eventjes heel raar. Ja, ik dacht hier ergens voor mijn gevoel en tussen deze twee woningen in. Want dat was iets van 19, 2 Bosstraat 19. Maar ja, dat bestaat dus al niet meer. Nee. Nee. We gaan kijken wat er hier gaat komen. Ja, en dan ga ik rustig aan naar mijn afspraak toe. Nou, wat ik dus eigenlijk een beetje heb gedaan nu net. Ik heb even gewoon via Google Maps gekeken. Ik ben er een beetje dichterbij gereden. Ik sta eigenlijk dus nu achter haar woning. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, ik weet nu ook echt precies waar ze ongeveer heeft gewoond. Ja. Kijk, hier heb je dus die boelswagen. Die mooie boelswagen. Heb je hier dus die rand nog. Nou, dat is dus waar ze heeft gewoond, zeg maar. Dus ik zat er nou precies eigenlijk de schuin tegenover. Ja. Wow. Dus ja, heel raar weer hoor. En ja, het doet mij nog steeds pijn, jongens, dit. Maar ja, alles verandert hè, in de wereld. Ja. Daar kunnen we helaas niks tegen doen. Alles verandert gewoon. Ja, een beetje jammer. Maar ik hoop wel voor de gemeente Rotterdam dat de straatnaam blijft bestaan. Ja, dat hoop ik dan wel. Dat de straatnaam blijft bestaan. 2 Bosstraat, nummerootje 19. Ja, dat was ongeveer dus die hoogte en waar die bos nu staat. Ja, ja, dat is heel raar dit hoor. Dus inderdaad tussen deze twee panden nog. Ja, en dat zijn de 2 oudste panden die er nou nog staan. Want deze willen gewoon niet weg. Wat ik eigenlijk ook wel begrijp. Dus ja, voor de rest is alles weg. Kunnen we niks aan doen? Nee, echt totaal niet. Rotterdam wil alleen maar hoger, 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 hoger. En dat zijn ze ook aan het doen. En waarschijnlijk komt hier weer wat vandaag bij. Bouw net zoals hier waarschijnlijk. Dus, maar ik hoop wel en dat deze straatnaam blijft bestaan aan die kant, 2 Bosstraat. Dus Rotterdam, als je kijkt, laat alsjeblieft de straatnaam 2 Bosstraat bestaan. Zou geweldig vinden.
Ja, dat mag wel allemaal uit hoor, die koffiebonen. Ja? Ja hoor. Moet je een stofzuiger hebben. Sietje. Kun je nagaan. Ik drink niet eens koffie. Nee, maar ja, voor jou. Ja, dat is één. Je bent niet de eerste eigenaar, toch? Nee, dit is een leaseauto geweest. Ja. Nou, dat is dan waarschijnlijk van een kantoormannetje. Kijk eens. Fietsenpomp. Is altijd handig. Geef maar aan mij. Is altijd wel weer handig. Koffiebonen, hoe dan? Of een bandpomp is dat? Ja, maar dat is altijd wel weer handig. Alles wat je vindt, geef maar aan mij. Nou, de koffiebonen hoef ik niet, schat. Nee, die koffiebonen hoef ik niet. Met je teken. Ja, dat weet ik heel zeker. Ziet er wel smakelijk uit. Nou nee, niet waar. Maar, Roderick, mijn man, die zou al zeggen, eeuw. Een beetje afspoelen in het water. Nee, joh. En dan in de apparaat zetten. Abba. Maar dit is ook een boxer, zo. Wat is dit? Ja, dat is jouw brandstofpomp. De wat? Brandstofpomp, oké. Okay. Daar zit jouw tank onder, hè. Oké. Okay. Handig om dat ook gelijk te weten, dat hij dus aan die kant zit. Toen zag mijn auto er al een beetje zo uit. Gesloopt en wel. Maar wel weer voor een heel goed doel. Ja, daar is ook al mijn auto weer wat gesloopt. Ja. Nou, dit is linksvoor. Ja. Handig. Zo ziet dat het eruit. Moet ik hem even daar vasthouden? Mag. Mag. Heb ik wat te doen? Heb ik even wat te doen? Vind ik leuk. Yes. Heb ik even wat te doen? Vind ik leuk. Wat een verschil. Dus hij mag niet langer zijn? Oef. Hij mag ook niet korter zijn. Want hoe zei je dat nou net? Als hij langer is, dan loopt hij niet meer op. Ja? En als hij te kort is, ja, en als je wat forser bent, dan is hij te kort. Ja, oké. Kijk, hij is niet dicht. Nee, oké. Check. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Sorry, dat verstond ik niet helemaal. Laatste stukje. Mm-hmm. Dat is mijn mesje. Hieronder, precies. Oh, daar ook. Ja, precies. Daaronder heb je ook nog een mesje. Kapje erop. Je zet ze even die schroef vast. Oh.
Hoezo? Stickers. Hoezo? Heb je stickers gezet? Hij zegt, er zijn geen stickers. Heb je daar nog schroefjes? De achterbak. Jongens, ja, ik zit weer in de auto richting huis. Ja, ja. Maar hoe vinden jullie dit? Dat en dat ik deze open heb, is toch mooier. Even wat meer licht. Oeh, en dat zijn mijn remmen. Daar word ik niet zo vrolijk van. Och, collega's. Dus ja, ik zit dus weer lekker in de auto om mijn rol op te halen. Ja, kijk. Deze nog. Mooi geel is niet lelijk. Wat hebben we hier? Het is een beetje groenig. En mijn vrouw staat niet helemaal precies netjes in het vak. Jongen, jongen, jongen. Die paar centimeter maakt me ook niet uit hoor. Mevrouw Pietje precies. Ja, hier heb je nog een paar centimeter over. Ja? Ja? Staat hier nog een paar centimeter over. En laat je gordels eens zien. Heb je gordel wel om? Heb je gordel wel om? Shiny. Roderick die heeft last van zijn nek. Dat vindt hij niet zo fijn. Nee. Want wat vind jij eigenlijk nu niet? Hij kan wel vrij kijken, maar het gaat een beetje. Hij kan dus niet zoals ik kan. Alleen een beetje, het doet zeer. Ja, maar dan moet je helemaal gaan draaien. Dat is niet handig, niet. Nee. Maar 20% korting, schat. 20% korting, zeg ik. Doe maar 5. Haha, doe maar 5. Nou, dat en die vind ik een beetje duur. Maar oké, er zit heel weinig in. Eens even kijken, wat zit erin? Nou, joepie. Eens even kijken. Volgens mij klopt er ergens iets niet helemaal. Volgens mij klopt het niet helemaal. Nee, maar volgens mij klopt het niet helemaal. Want normaal is het deze stickers. Dit zijn de normale 2 euro stickers. Dit zijn de normale 2 euro stickers. Dat geen korting op de rekening. Nee. Dat zeg ik. Hier zit nog geen korting op, nee. Geen korting. Of niet? Kijk, daar zit wel korting op, daar zit korting op. Hier zit ook korting op, daar zit korting op. Daar is nog niet op. Oh, jullie ook niet. Maar zo op daar naartoe. Mooi, check. Niet, jammer. We gaan eerst even kijken of jij dat wel inderdaad hier weg kan brengen. Pleuren. Ja, pleuren brengen. Ik vind het helemaal prima. Hè? Ja, afgeven. Aan de Jumbo geven. En zodat jij weer geld kan krijgen. Ja. Er wordt weer helemaal gelachen naar mij. Vind ik het leuk? Nou, we gaan eens even kijken. Want ik weet dat er sommige flessenautomaten een storing hebben. Omdat er dus namelijk... maar ik denk het hier niet. Ik denk dat ze gewoon hier gewoon doen hoor, schat. Ja! Ja, dat, dit is en dit is Lams. Hallo. Hallo. Dit is Lamson. En welke dus een storing hebben, dat is dus die vanuit Duitsland. Ja. Maar ik wist niet en dat ze dit van
Lamson was. Ja, toen ook. Gevonden flesje uit de vuilnisbak. Met mag erbij. Bovenlangs. De normale naturel chips en maar geen ribbel chips, want je hebt hier alleen ribbel staan. Of je ook achter de normale hebt. Nee, dat is deze van 1,30 deze. Want dit is ribbel chips. Oké, ik ga achter checken. Ja, is goed, dankjewel. Dames, ik heb wat voor jullie. Met sneller er bovenop. Hier is een schuitje ergens. Is het handig om onder mijn been door te gaan? Oh ja, is het zo. Piet, ga eens even aan de kant. Morgen. Mag ik erbij dan? Mag ik eerst nog een schaar pakken? Zodat ik erbij kan? Bollina. Ja, je bent een bollintje. Nou goed. En dan. Kom dan. Kom maar bij. Ga snuffelen. Ga ruiken. Ja, dit is een schaar, schat. Dat is een schaar. Kan je niet eten. Dames, wat gaan we doen dan? Ja, jij ook, bolle. Hé. Hey. Oh, dank u. Ga er eens weg met je neus. Hé, hey, lekker ding. Oeh, een kippenpoot. Los. Zo, wat stinkt deze? Nee. Dat is heel erg klein. Nee, ik ruik niet. Ga zitten. Lust jullie dit? En niet op de bank. Ik waarschuw jullie nu al. Min. Uitkijk, Lady zit naast je. Ja, die zit hier. Zit ik in de achtergrond voor. Gaat. Doe maar, Lady. Is van jou. Kom maar, nee, is van jou. En wat moet je ermee, hè? Nee, helemaal niks. Wat moet je ermee, hè? Is het voor jou, hè? Oh, is dat lekker?
Handige, hè? Handige. Ik heb je ook gewoon een poot over. Handige, hè? Kijk uit even mijn pink. En ja, en je wordt oud. En dan heb je die kracht niet meer, hè, zo. Nee. Is het lekker, meisje? Nog vlees, is het lekker? Pas dan. Beauty die ligt in de hand te knagen. Nog vlees hier te knagen? Nog vlees hier te knagen? Beauty? Ik kijk wat Beauty aan het uitgesproken is. Die ligt in de gang. Daar in de gang. Schermpje inderdaad. Ja. Rechtschermpje. Ja. Want waarom stap ik nou bij jou in deze auto? Om even te kijken hoe het rijdt. Ja. Ik zal even zo, want anders zit ik in zijn spiegel. Ja, dat kan ik niet zien. Moet ik meekijken voor je? Ja, graag. Ja? Oké. Kijk, ik kan niet echt goed aan. Nee, dat snap ik. Maar daarom vraag ik het wel even aan je. Ik heb alleen maar mijn spiegels en een beetje opzij kijken. Maar dat zie ik ook niet, want er zit een stoel voor. Ja, maar daarom vraag ik het wel eerst even aan je, schat. Nee. Ja, ik kan kijken, maar dan zie ik jouw stoel. Dus dat schiet niet op. Nee, dat snap ik. Het is vrij naast mij. Ja, het link dat reageert heel laat. Ik heb het in de gaten, ja. Maar... vertel het eens, waarom zit ik nou hier bij jou in dit autootje? Vertel. Omdat je niet je eigen auto wil rijden, omdat die helemaal opgepimpt is en je hem schoon wil houden. Nou, die moet ik nog schoonmaken, maar vertel. Nou, mijn Seat is weer klaar. Na schadeherstel. Ja. Waarom ga je niet daar? Nou, omdat ik een C1 rijd misschien. Met 68 k. 68 kilo power, ja. Kilopower zit erin. Ja, inderdaad. Oh, wow. Ach ja, nou ja. Heb je heel veel plezier van dit bakje gehad? Ja, heel veel plezier. Ik ben in de zaak gereden en weer terug eigenlijk. En daarna ook niet weer? Nee. Nee. Nou ja, wij gaan op weg, jongens. En dan zien jullie het zometeen wel. Ja. Deze auto wil ze wat niet harder dan en dan 90. En slechts 100. Gewoon niet. Ik rijd eraan al. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Hartstikke idee, Hilarie. Want anders heb ik zo meteen auteursrechten claim, heb ik geen zin in. Nee. Ben ik nou toch benieuwd of inderdaad dat zo was. Daar naartoe, daar ga ik daar naartoe. Jee, joepie. Kijk, want hier telt hij dus af wanneer hij dus op groen gaat. Dit is al groen. Deze moet nog even wachten en deze zit op kwart. En nou is die op groen. Kijk maar. En nou is die op oranje. Schappig. En dat klopt ook nog allemaal. Kijk. Schappig. Flitsmeister. Deze heeft rood dan weer ervoor terug. Deze navigatie. Hè? Wacht, wacht, wacht.
Wat? Ze mogen wachten met z'n tweeën, de fietsertjes. Ja. Maar hoe voelt dit nou weer? Het voelt anders. Het is het eerste vet hoog. Zo. Dat is beter. Ja? Nee, daarom let ik ook op, schat. Wees blij. Ik weet ook hoe ik dingen moet doen als iemand rijdt, et cetera. Wees blij. Maar ja, en je hebt je oude navigatie. Daar is ik al even via de snelweg weer terug. Nee, doe ik niet hoor. Nee. Aha, dat dacht ik al. Zo, goedemorgen. Dat dacht ik al namelijk. Dat je dat zou gaan doen. Huh? Wel hè? Verschil. Nee, dat staat niet in de goede modus. Dus even kijken hoe dat zit. Car. Nee, en daar kan je niet op drukken hier. Nee. Mode hier, schat. Mode. En gas op die lolly. Dat is weer even optrekken, hè? Ja, dat moet je allemaal weer gaan aanpassen. Ja, zoals jullie dus al hebben kunnen zien, zat ik dus bij Ro in zijn auto. En dat betekent dus dat zijn auto dus weer is gemaakt. Hij heeft dus nu weer zijn oude navigatie erin. Ja, is niet zo heel blij mee. Maar zijn raampje is ook weer gemaakt. Ja. En ik zal zo eens even kijken of ik een stickertje voor hem kan vinden. In mijn achterbak. Ja, in mijn achterbak. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden. En hij wou met een blauwe. Ja, is een goeie. Die moet daar nog naartoe. Ik moet nog het een en het ander gaan doen hoor. Want, kijk, want dit zijn mijn oude gordels, zeg maar. Eens even zoeken. Waar had ik dat gelaten? Ja, hier. Roderick die wou met blauwe. Eens even kijken of we die nog hebben. Blauw, ik heb wel groen. Heb ik nog blauw? Nee. Ah. Even kijken. Laatste. Ja, ik heb nog een blauwe. Zal ik de jongens even blij maken, jongens? Ja, ik ga die jongens even blij maken. Met een blauwe sticker op zijn ruit. Ja, dat ga ik nu even doen. Dus. Die S die mag dicht. Dus jullie zien dus nu nog dit. Of het nooit anders zo is geweest, hè? Ja, zo'n stickertje zit er weer op. Heb ik nu net even gedaan voor hem. Dus we zijn weer compleet met twee Seat's. Ja, we zijn weer compleet. Eindelijk. Fijn. Hier ligt lekker Lady. Daar ligt Lovely. Daar ligt Beauty. Ik vind het even helemaal prima. Laat hem maar lekker even op de bank. Is er toch bij. Want anders dan sneakt ze zich namelijk naar de gang toe. Waar ik even niet zo heel veel zin in heb. Hij kraakt. Dus laat ze maar even lekker even gaan. Helemaal goud. Helemaal goed. Ja. Lief toch. Ik vind het zo lief. Hier een heel lief leuk hondje. Maar haar zus. Beauty! Daar heb ik Lady. En hier Lovely. Beauty, kom! Ga je zus roepen. Nog niks, kom. Hier.
Zet al. Kom. Ja, daar kwam je alweer aan. Jee. Yeah. Ho, halt. Leed, wachten. Nee. Kom. Dames, deze kant op. Dames, deze kant op. Kom. Wachten. Komt er wel aan? Nee, mooi. Over. Moet even wachten op Lady. Oh, Lady, hier. Kom. Deze kant. Nee. Want het gaat anders niet goed. Nee. Hi. Goed zo, even keurig. Goed zo. Kan dat wel. Als je maar wil. Oh, plassen. Goed zo, schat. Oh, sorry. Dat was even een... Kom hier. Wil je zwemmen of niet? Wil jij zwemmen of niet? Wil je zwemmen? Moet je even wachten. Kijk uit voor Lady. Meen het. Ook jij. Hou. Dat is een boom. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar was. Maar Lovely vond het leuk om het te gaan rollen. Hier, Lovely. Kom, Lof. Bal op de stoep, kom. Lovely, bal op de stoep, hallo. Hier, hier, bal pakken, hier. Nee, hier. Nee, Beauty, laat je zus. Jij is even aan de kant. Kom hier met die bal. Ja, ho, dit keur ik goed. Dan kan ik er tenminste bij. Leed rustig. Oh, er is al iemand lekker aan het zwemmen. Er is iemand lekker al aan het zwemmen. Welke kant ga je op? Oh, daar. Daar ben je. Goed zo, Beauty. Een lijn vasthouden, want ik heb jullie echt serieus hier tussen. Oh, dan heb ik en nog Lady. Dus jullie gaan er nou weer tussen. Ja. Je wordt steeds... Leed, rustig. Halt. Rustig, zeg ik. Voor zo'n pakketje. Lovely, ga jij hem uit het water halen of niet? Ja, Lovely gaat hem serieus uit het water halen. Leed, je gaat nu even rustig doen nu. Nou trek ik jou eens een keer terug. Klaar. Ga je weer uit het water halen voor mij dan? Als maar een balletje heeft. Twee verzopen katjes. Los. Leed wachten. Ik meen het. Mooi opgevangen, schat. Heel mooi. Daar is een hele mooie lucht nog. Maar als ik die kant op kijk. Oh, ho, 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 ho. Er komt er toch een paar regen aan. Dat weet ik niet weten. Oh, ho, ho, ho. En zoals jullie horen, heb ik Roderick ook nog aan de telefoon. Zo, praten is moeilijk. En het begint te regenen en ik heb mijn camera bij me. Nee, is niet handig, niet. Nee. Lof, kom hier met die camera. Camera, jou. Kom hier met die bal dan. Jouw koekoek, kom hier. Kom hier met die bal. Kom. Ik kan toch zo niet filmen en
uitlaat. Kom hier. Kom hier, middenbal. Kom. Goed. Leed wachten. Ga de andere kant op. Kom. Naar de... Ho. Leed andere kant. Deze kant. Kom. Naar papa toe. Kom. Hallo. Naar de grote big boss toe. Kom. Mijn camera die wordt nat, schatje. Is niet handig, niet. Ja, bijna wel. Hoe had ik dit nou zo? Nee, niet waar. Kijk je uit voor Lady? Zou een hele handige zijn. Ga je nog... Oh, wauw! Die staat gewoon nog op beeld. Maar oké, maakt niet uit. Ik hou hem wel gewoon dicht bij mij. Nou, als ik de camera heel dicht bij me hou, dan gaat het schermpje uit, zeg maar. Omdat er dus een soort van, lens in zit en dan gaat hij gewoon uit. Dit keur ik goed. Dan moest er achteraan. Jee. Kom je deze kant weer op? Deze kant op, schat. Kom. Ja. Dit vind ik keurig voor jou, schatje. Nou, zo gaat het weer rennen. Ik vind het helemaal prima. Ga maar kijken dan. Ga kijken. Ja. Ga kijken. Lof. Ga kijken naar papa toe. Papa zoeken. Ga papa zoeken daar. Ga kijken, papa. Ga kijken, papa. Roep er eens. Oh, wie is daar? Nee, hij heeft geen aandacht voor jou. Ja, precies dat. Leid, kop. Waar is papa? Daar is papa, hè? Hallo, lof. Roep er eens. Ja, letterlijk en figuurlijk. Nou, Roderick die loopt nou daar. En ik moet even uitkijken dat er geen water bij mijn oplaadsysteem komt. IJsgaat. Hi. Hi. Het regent een beetje. Ja. En zij heeft oog... Oog alleen maar voor de bal. Meer niet. That's it. Ja, helemaal top. Naar binnen, dames. Kom. Naar binnen. Ja, die zijn heel zwaar, schat. Ik weet het. Kom. Dames, kom. Ho, beauty, kom. Eerst lady, dames, kom. Eerst lady, kom. Beauty. Kom, lady, kom. Nee, beauty. Lof bedoel ik. Sorry. Zo. En naar boven, dame. Loffie, hier. Wachten. Beauty, kom. Beauty, kom. Kom. Hier, kom. Beauty, kom omhoog, kom. Wachten. Goed zo. Dan gaan we papa uitzwaaien op het balkon, oké? Okay? Hij schat. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Ik stijf mijn nek, dus ik kan niet. Nee, dat maakt niet uit. Maar wil je nog wat zeggen? Nee, veel kijkers hier bij deze vlog, nieuwe vlog. Nou, nog niet. Het is nog een oude vlog en ik moet nog afsluiten. Dus. Nou, heel veel kijkers hier gewend bij deze oude vlog. Vind je deze vlog nog niet leuk? Doe dan toch een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ben je wel geabonneerd, vergeet dan niet te deabonneren. En laat een leuke reactie achter. Ja. Geen reactie mag ook, maar leuk is beter. Ja, precies. Ik zie je zo op de kom. Kom, dames, naar boven. Nee, ja, heel gauw. Kom. Tempo, dat wil ik nog doen, zeg tegen de baas. Kom. Op de kom. Kom. Ja, 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 ja. Kom. Tempo. Ik ga tempo. Beetje tempo opvoeren, die daar. Ah.
Zo. Sleutel hier. Dames, komt u maar. Kom. Goed zo. Zo. Die is dicht. Ja, want die wil nog wel eens open gaan. Handig. Ja, wie wil er op balkon? Kom. Tempo. Ja, lady, kom maar. Ja, je hebt het in de gaten, schat. Nou, kom, 1, 2. Ja, goed zo, wijfies. Nou, Roderick, die zet zijn tas weer in de auto. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Hi, wijfie. Lof, kom. Oh. Ja, maar dat wist je toch al? Nee, want die had je zelf namelijk al uit en geprint, schat. En deze had je zelf al uit en geprint. Ja. Ja. Ik bel je zo nog wel even. Dus zet je telefoon op en op CarPlay. Dat is altijd handig. Ik ga deze vlog lekker afsluiten, zie je namelijk. Dus ik ga lekker naar bed. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden, want dat is gratis. Als je van alles op de hoogte wil blijven. En doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.